Hallo iedereen, vandaag heb ik voor jullie een winter morning routine video in samenwerking met de Body Shop. Hoe maak ik mezelf klaar in het weekend wanneer ik wat meer tijd heb voor mijn make-up en mijn outfit en haar? Ik laat het allemaal zien in deze video en ik wens Jos gewoon weer heel erg veel plezier bij het kijken. Ik weet niet van jullie, maar ik ben absoluut geen ochtendpersoon. Vooral niet tijdens de koude winterperiode. Het is gewoon te koud om uit bed te komen. Vandaar dat ik in het weekend ook iets langer in bed blijf liggen dan normaal. Wanneer ik opsta, ga ik eerst naar beneden om wat eten te maken. En ik zet ook alle lampjes beneden aan om het wat gezelliger te maken. En de kaarsen kan ik ook natuurlijk wel wat vaker aansteken tijdens deze grauwe winterperiode. Als ontbijt maakte ik vandaag pannenkoeken klaar. En dit eten Dwayne en ik meestal op zondagochtenden. Heerlijk even samen aan tafel bijkletsen onder het genot van een pannenkoek met stroop. Wanneer we klaar zijn met eten, ga ik naar boven om mezelf op te frissen. En deze dag had ik wat meer tijd om mezelf klaar te maken. En ik ging dus lekker in bad met een heerlijk ruikende bruisbal. Maar eerst nog even de tanden poetsen natuurlijk. Wanneer ik uit bad kom, spoel ik mezelf eerst nog even af onder de douche en daarna kan ik mezelf gaan insmeren met body butter. En deze kerstvariant van de Body Shop ruikt echt heerlijk naar vanille en hij maakt mijn huid heel soepel en zacht. En trouwens een leuk weetje tussendoor, de Body Shop heeft ieder jaar met kerst een speciale campagne om goede doelen te ondersteunen. Dit jaar staat kerst in het teken van hun Bio Bruggen project. Met elk verkochte cadeauset of een Reggie spons herstellen zij 1 vierkante meter tropisch regenwoud. Voordat ik mijn make-up aanbreng, is het natuurlijk belangrijk om de juiste huidverzorging aan te brengen. En ik gebruik tijdens de winter nu sinds kort de Oils of Life Revitalizing Facial Oil van de Body Shop en een Revitalizing Cream om mijn gezicht lekker te hydrateren. Dan ga ik nu verder met mijn make-up, te beginnen met de foundation. En ik gebruik hier de Body Shop Fresh Nude Foundation in de kleur 045. Deze die breng ik aan met de 100% cruelty-free vegetarian buffing brush. Deze is wederom van de Body Shop. En ik buff dan de foundation in mijn huid en ik breng ook wat concealer aan onder mijn ogen en op mijn kin. Nu ga ik mijn gezicht afpoederen met deze Fluffy Pointed Highlighter Brush uit dezelfde kwastenlijn. Ik poeder vooral onder mijn ogen en op mijn T-zone goed af.
Dan ga ik nu het gezicht een warme gloed geven met een contour brush en een bronzer van de Body Shop. Ik breng ook een klein beetje bronzer aan langs mijn neus, zodat hij wat smaller oogt. Nu is het tijd voor mijn wenkbrauwen. Ik teken deze in met een wenkbrauwpotlood en ik maak vervolgens ook de lijntjes wat strakker met een concealer en de eyeshadow smudging brush. Voor op mijn oogleden gebruik ik de Eye Color Stick van de Body Shop in de kleur Cyprus Bronze. Dit hoeft niet perfect, aangezien ik het zo meteen nog blend met mijn vingers. Ik gebruikte hier het Go for Gold Eyeshadow Quad Palette met prachtige neutrale tinten en ook goud en shimmers. Super mooi voor de feestdagen. En ook dit palet is net als de Quaster 100% vegan trouwens. En uit het palet gebruik ik twee kleuren, de bruin tint en de taupe kleur. En om de oogschaduws aan te brengen gebruik ik nu wederom de Vegan and Cruelty Free Oogschaduw Quaster. Als ik de oogschaduw in mijn buitenste V heb aangebracht, dan blend ik het daarna nog goed uit om er een subtiele bruine smoky eye van te maken. En ook maak ik het geheel nog wat strakker door een neutrale matte kleur uit het palet aan te brengen onder mijn wenkbrauwen. Bij deze look had ik gekozen voor een zwarte eyeliner. Je kunt natuurlijk ook voor een bruine kiezen. Het puntje van de eyeliner is super dun en hierdoor kan ik een hele mooie strakke wing creëren. En ook breng ik een zwarte mascara aan op de bovenste en ook onderste wimpers. Ga ik de lippen omlijnen met een bruin lippotlood en daarna breng ik de matte liquid lipstick aan van de Body Shop in de kleur 034. En dit is een nieuw favoriet van mij, hij droogt namelijk heel snel op en blijft super lang zitten. En even serieus, hoe mooi subtiel is deze kleur? Als de make-up look klaar is, dan stijl ik mijn haar nog even met een stijltang. Spuit ik wat parfum op en dan zijn we alweer aangekomen bij het einde van mijn morning routine. Hopelijk vond je het leuk om te zien hoe ik mezelf deze dag had klaargemaakt. En hopelijk zie ik jullie dan weer heel snel terug in een nieuwe video. Doei!